De gemeente Goorle gaat de Hoge Wal tussen de ochtend- en avondspits afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. De weg tussen de Walhoeve en de Lage Wal wordt namelijk vaak gebruikt als sluiproute en volgens de gemeente leidt dat tot gevaarlijke situaties. De weg is namelijk niet ingericht om dit verkeer te kunnen verwerken. De afsluiting gebeurt door middel van een paal in het wegdek en betonblokken in de berm. De Lage Wal blijft bereikbaar via de Bakseweg.